Het is een tekening die vind ik wel heel apart. Goliathvogelspin. En die heeft hier een kolibrie te pakken. Het is best een beetje een gruwelijke afbeelding eigenlijk. Nou, dit is een boek van Maria Sibylle Merian. Het is rond 1770 uitgekomen. Het is eigenlijk een piratendruk, dus het is een illegale uitgave geweest. Maria Sibylle Merian is dan al 50 jaar dood. Deze editie is wel heel erg zeldzaam, omdat er bij mijn weten nog maar één exemplaar van op de wereld is, naast dat van ons. Zij was een heel bijzondere vrouw, eigenlijk een driedubbel talent. Ze kon heel goed tekenen en graveren. Ze was een goede wetenschapper en ze is ook een slimme zakenvrouw geweest. En doordat ze genoeg verdiende, kon ze op een gegeven moment met de schepen van de West-Indische Compagnie naar Suriname gaan. Ze vertelt in haar teksten ook over wat indianen en slaven met die planten bijvoorbeeld deden. En je ziet de verschillende stadia van eitjes tot pop, tot volwassen vlinder in het boek. En voor haar was dat ook een symbool van hoe de mens op de aarde leefde. Eigenlijk als een beetje een vraatzuchtige rups. Maar als je met goede bedoelingen gelovig, kon je uitkomen tot een vlinder in de hemel. Je ziet haar zelf ook op deze titelprint. Dus in het Surinaamse landschap zie je haar met een vlindernetje lopen en gebukt en met een mandje naar insecten kijken. Een vrouw die besluit om zelf naar Suriname te gaan en daar onderzoek te doen naar insecten. En dat is voor die tijd was dat heel bijzonder. Dat was natuurlijk eigenlijk ongekend. Zelfs voor mannen was dat al heel bijzonder. Maar dat zij dat doet en dat ze daar dus ook mee haar brood weet te verdienen, dat vind ik heel erg knap.